In deze aflevering van Broodje Aap doen we aan diepgravend onderzoek. Ik heb alleen nog maar hondenkak gespot. Ik ook. Naar een goed verborgen verhaal. Mensenbotten. Dat kan misschien wel mogelijk zijn. Maar is de waarheid niet te griezelig? Dat is net zoals in horrorfilms, dat het altijd spooky is. Ik ben Inja en ik zet mijn tanden in jouw Broodje Aap. Is dit verhaal waar of niet waar? Samen met Ketnetter Dris doorgrond ik het geheim van het Skelettenpark. Dit Broodje Aap-verhaal start vandaag op de metro. Lijn 5. Ik sta in Anderlecht, een Brusselse gemeente, maar ik sta wel onder de grond. Dris, hallo. Hey. Dit is Dris. Hij woont hier in de buurt en kent de Brusselse metro op zijn duimpje. We gaan de metro nemen naar het bospark om ons Broodje Aap te onderzoeken. Met ons ticketje biepen we het metropoortje open. En we nemen de roltrap naar het perron. Ik ga soms wandelen in het bospark en ik heb daar een keer gehoord dat het Skelettenpark wordt genoemd. En jij wil graag weten of er in dat bospark... Skeletten liggen. Klinkt als een mega spannend verhaal, dus ik denk dat we dat gewoon meteen moeten onderzoeken. Oké. Okay. Dan mogen we onze metro niet missen. We pakken de metro naar Omaal. Daar is het bospark. Yep. De metrohalte Omaal ligt maar een paar haltes verder. We zoeven door pikdonkere tunnels en stoppen met piepende remmen aan de volgende halte. Nog eentje. Ze waren een nieuw metrostation aan te bouwen en ze hebben mammoetsbotten gevonden. Tijdens het uitgraven van dat metrostation. Enkele maanden geleden werden er dus mammoetbotten ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuw metrostation. Er liggen hier in Brussel onder de grond heel wat geheimen begraven. Misschien hebben ze dinobotten gevonden. Wat zouden we straks allemaal vinden in dat Skelettenpark? Onze metro rijdt de laatste tunnel uit. Op skelettenjacht! Yes. En dan zijn we er. In het Skelettenpark of het bospark? Het is een mooi park op een heuvel. De paadjes kronkelen naar boven en naar beneden. Er staan hoge bomen en er is een grote speeltuin. Het Skelettenpark is, op het eerste zicht, een heel normaal park. Wacht, ik ga daar. Ik ga daar. Ik heb geen graafgrief mee, dus we hopen dat we bovengronds een aanwijzing vinden. Brandnetels? Wat zie jij al? Niks. Ik zie alleen dit. Bloemen, gras, blaadjes. Ik heb alleen nog maar hondenkak gespot. Ja, ik ook. We zoeken echt overal. En heb jij niets? Ik heb wel een veertje. En daar... tussen de wortels van een kleine boom. Oh, ik zie hier wel een dood vogeltje. Wacht. Zouden ze daarom het Skelettenpark noemen? Ah, omdat er hier dode vogels liggen? Alleen zijn hoofd was weg. Nog geen botten gespot? Nee. Maar waar zouden die dan wel kunnen liggen? Onder de grond. En daar kunnen we niet zomaar aan. We vangen dus bot. Geen mensenbot, geen mammoetbot. We vinden echt niks. Ik hoor hier wel super veel lawaai. Ja. Van wat zou dat kunnen zijn? Die grasmaaier. Dus die werken hier wel in het park. Die zullen hier misschien ooit aan gegraven hebben? Misschien moeten we vragen of ze een keer skeletten hebben gevonden. Dris en ik volgen het luide gebrom van de grasmaaier. En op de brullende maaier zit een man. Meneer? Meneer, mogen wij iets vragen? Tuurlijk. Liggen hier onder de grond botten? Ik heb dat horen vallen ook al, omdat dat hier vroeger een kerkhof geweest zou zijn. Echt? Dus misschien wel. Ik zou het niet weten. Dus nu hebben ze daar hier een park van gemaakt. Dus het kan best mogelijk zijn, ja. Amai, maar is dat dan al lang geleden dat dat hier een kerkhof was? Daar ga ik mij niet kunnen over uitspreken. Oké, maar dat weten we dan wel. Dus geen dierenbotten, maar misschien wel... mensenbotten. Dat kan misschien wel mogelijk zijn. Wat betekent dat dan? Dat we hier op mensen lopen. Dris en ik bedanken de parkverzorger en wandelen naar de ingang van het park. Wat weten we nu? Dat hier heel lang geleden een kerkhof was. En hij wist ook... van het Skelettenpark, van de naam. Was dit park vroeger een begraafplaats? Of is de naam Skelettenpark gewoon verzonnen? Om mensen bang te maken? Wie weet kan iemand ons wel vertellen waarom het die naam gekregen heeft. En of het echt waar is dat er hier onder onze voeten menselijke geraamtes liggen. Doodskoppen en mensenbotten. Wat een griezelig idee.
Misschien moeten we met oudere mensen gaan babbelen. Of mensen die hier al heel lang wonen. En die zitten misschien wel... In een café. Daar is een café. Ah, goed. Dries en ik hebben een café gespot aan de rand van het park. Het is mooi weer. De mensen zitten buiten op het terras. We kunnen dus starten met ons buurtonderzoek. Meneer, woont u hier? Ik woon op Anderlecht, maar langs de kant van de shopping. Wat weet u over het skelettenpark? Non, je connais pas. Néerlandais? Néerlandais, français? Vous habitez ici? Vous connaissez le parc du squelette? Le parc? De squelette. Non. Madame? Kennen jullie het skelettenpark? Skelettenpark? Nee. Nee? Nee. Nog nooit van gehoord? Nee. Skelettenpark? Ken je het park van skeletten? Nee. Oh, het welke park? Ja, dat is het heel oud kerkhof van Anderlecht, dat ze een park van gemaakt hebben. Dan zijn nog mensen die zeggen dat hier nog mensen moeten liggen. Nou, daar ben ik niet zeker van. Oké, dat is misschien wel een broodje aapverhaal. Ja, want de mensen zeggen veel. Mensen zeggen veel, maar ze vertellen ons eigenlijk niks nieuws. Niemand weet veel meer over dat kerkhof of dat skelettenpark, zoals ze het hier noemen. In het park zit op een bankje een oude man een boek te lezen. Dries loopt er naartoe en duwt onze microfoon onder zijn neus. Meneer, woont u hier? Ik heb hier niet ver vandaan gewoond, hier over de muur, in de straat erachter. Nu woon ik daar niet meer. Ah, oké. Heeft u al gehoord van het skelettenpark? Ik heb daar al van gehoord, ja. Okay. Ik denk dat dat is omdat dat hier vroeger een begraafplaats is geweest. Deze man heet Piet en kent het verhaal dus ook. Hij is hier zelf nog geweest toen het nog een kerkhof was. Ik durfde hier al wel eens spelen, bergsken oplopen en zo verder. Maar mijn moeder vond het eigenlijk toch niet zo respectvol dat ik hier vrolijk rondliep. Ik was 7 jaar, dat is 70 jaar geleden. Oh. Piet toont onze ingang van het park. Er was maar één ingang en dat is helemaal daar beneden de berg. En nu pas zien we de ingang van het park echt. We liepen hier daar straks ook al voorbij, maar hadden toen nog geen oog voor deze grote toegangspoort. En als we nog beter hadden gekeken, dan hadden we misschien ook al de naam van deze straat kunnen opmerken. Gedachtenisstraat. Van het zich herinneren van de mensen die hier... Piet herinnert zich nog dat de begraafplaats hier de deuren sloot. Eerst was het zo dat die begraafplaats nog moest overblijven voor de mensen die de overledenen van net daarvoor komen bezoeken. En daarna hebben ze een heleboel ontgraven. Vandaar misschien de naam Skelettenpark, denk ik. En die zijn dan naar de Vogelenzang gegaan. Vogelenzang is een wijk in Anderlecht waar dus nu een begraafplaats is. Ik denk dat de eersten die ginder begraven zijn geweest in 1953 waren. 1953? Ja. Dat is wel al lang geleden, hè? Maar hoe verhuis je een heel kerkhof? Dat lijkt mij een immens werk. Dat werd geheimzinnig. Hè? Nadat het gesloten was, is dat zo... Ja, ik heb gehoord dat er verhuisd is geweest. Hè? Maar ik heb hier nooit iets zien buitenrijden of zo. Dus dat niet. Ik weet het niet. Dat moeten vragen. Piet weet aan wie we het kunnen vragen. Een zekere Rina. En die heeft eigenlijk bij omwonenden... Mensen die er ook begraven hebben, van begrafenisondernemers, die is zo overal wat gaan rondvragen. Hoe was dat? Hoe is dat gegaan? Het kan dus wel zijn dat er ooit al iemand een antwoord heeft gevonden op de vraag van Dries. Heel erg bedankt voor al uw info. Dat was echt keileuk. Dat is lief van u. Dat was heel graag gedaan. Ja. Welkom bij VoiceMe. We kunnen Rina niet meteen bereiken, maar volgens de man van de groendienst en volgens Piet zou het dus al goed kunnen dat er ooit skeletten lagen op deze mooie plek. Maar dat lijkt dan toch een goed bewaard geheim. Of is het een broodje aap? Over broodjes gesproken, Dries en ik hebben van al dat gebabbel wel wat honger gekregen. Gelukkig is er niet zo ver van het park een broodjeswinkel. Hallo. Hallo. Voor mij graag een broodje met kaas en groentjes. En voor Dries graag... Eén broodje aap. Broodje aap? Ja. Dat hebben ze niet. Maar dat is niet erg. Eigenlijk wou ik een pizza margarita. Een gemiste oproep van Rina. Hey, dag Dries. Ik wil heel graag met jou afspreken, maar ik heb het eventjes heel erg druk.
is het goed dat we morgen afspreken? En je zou misschien ondertussen contact kunnen nemen met Paul Spinois, want die weet er ook heel veel over. Rina heeft even geen tijd, maar ze heeft ons wel meteen kunnen helpen. We eten ons broodje en stuk pizza supersnel op en haasten ons naar die nieuwe begraafplaats in Anderlecht. Op de Vogelenzang. Want daar hebben we met Paul afgesproken. We gaan goed moeten opletten op de grafstenen. Maar hij is er nog niet. Dus wij lopen nog even rond en gaan op zoek naar die oudste graven. Ik denk dat we moeten opletten op graven van mensen die voor 1953 gestorven zijn. Ja. Het is hier groot. Supergroot. Je zou hier een hele dag kunnen rondwandelen. Hoe gaan we dat hier ooit vinden? Dat gaat moeilijk worden. Dries kijkt aan de linkerkant en ik aan de rechterkant. 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. Het gij gespot? Nee. Al deze mensen zijn nog maar pas gestorven. Dit zijn geen skeletten die ooit in het skelettenpark lagen. Hier zie ik al wel 1976. Oh, hier 1985, 1979. Dat is al iets ouder, maar we zijn er nog niet. En dan ontdekt Dries iets. Dat zijn allemaal keigrote stenen. Helemaal vervormd. En met allemaal foto's op. Denk je dat het daar zou kunnen zijn? Ja, ik denk van wel. 1932, Guillaume, Charles. 1947, 1946, 1937. Een grasweggetje leidt ons van oude grafsteen naar kapel. De zerken hangen vol mos en er staan heel oude foto's op sommige graven. Foto's met zwart-wit, mensen met een snor, vrouwen, een baby. Die mannen lijken wel van het leger. Ze staan scheef en sommige stenen zijn zelfs gebroken. Daartussen komt onkruid piepen. Dat is allemaal op elkaar. Dat moet eigenlijk recht staan. Ja, er zitten zo barsten in zelfs. Ja. Dat is net zoals in horrorfilms, dat het altijd spooky is. En kijk wie dat er hier ligt. Burgemeester van Anderlecht. Als die begraafplaats hier pas is aangelegd in 1953, dan betekent dat natuurlijk dat al die graven die we juist hebben gezien, ja, dat die van het skelettenpark naar hier zijn verhuisd. Dan moeten we een keer vragen aan Paul. Dat is een goed idee. We moeten daar niet meer lang op wachten, want een paar minuten later komt Paul toe in Vogelenzang. Wat voor werk doet u? Op het ogenblik ben ik gepensioneerd. En wat voor werk heeft u vroeger? Steenkapper. Steenhouwer. Paul was een steenhouwer met een bedrijf in Grafzerken. Hij werkte mee aan de verhuis naar Vogelenzang in 1953. Ja, maar dat is niet op één maand gebeurd. Hè. Dat is 10, 15 jaar geduurd. Heeft u zelf skeletten moeten verhuizen? Nee. Nee, dat zijn de grafdelvers die dat doen. De kisten, dat was dus de gemeente. En zij hadden dan een plan waar dat dan moest komen en hoe dat dan moest komen. Dan kregen jullie naar een kaartje? Ja. Kaartje, dus dat is een berg. Een perk heeft een nummer en een letter en dan moet dat de eerste rij, de tweede rij, de derde rij en dat is de plaats waar dat moet komen. Dat was met mijn vader en twee collega's van mijn vader. Ja, ik heb mankracht van doen om dat recht te zetten. Hè. Dat zijn zware stukken. Dat zijn... Is dat dan steen per steen dat je dat moet inladen? Ja, dat waren wel kleine vrachtwagens. Dat was geen vrachtwagen zoals ze die vandaag kennen. En dan moet dat hier terug. Ja, terug ineengestoken worden. Ze maakte dus met balken een driepoot en dan werd dat met de katrolken opgeëzen naar boven. Dankzij het harde werk van de grafdelvers en de steenhouwers staat elk graf van het bospark nu hier. Of toch niet elk graf? Ik denk dat er nog heel veel daar gebleven zijn. In 1953 is er dus een heel kerkhof naar hier verhuisd, steen per steen. En daarom liggen al die oude graven nu hier in Vogelenzang, helemaal achteraan op deze grote begraafplaats. Zouden er nog mensen naar hier komen om deze graven te bezoeken? Ik denk van niet.
Waarom denk je dat? Omdat ze die al lang zijn vergeten. Triestig. Zou jij later veel bezocht willen worden als je zou begraven worden? Ik zou het wel willen. Maar niet alle mensen hebben evenveel tijd. Wat ze altijd zeggen als er iemand sterft, die rust nu in vrede. Rust in vrede. Zouden er nog mensen in vrede rusten in het bospark? Of zou iedereen zijn mee verhuisd? Volgens Paul de Steenhouwer niet. Rina zocht dit ooit al eens uit tot op het bot. Dus Dries en ik spreken de volgende dag met haar af. Ik verwacht dat ik een antwoord krijg op mijn vraag dat er echt skeletten liggen onder het park. Wat denk je zelf? Ik denk dat het waar is. Aan de grote toegangspoort van het skelettenpark wacht ze ons op. Hallo, ben jij Rina? Dag Dries. Ik ben Rina. Kan jij ons alles vertellen over het skelettenpark? Ik ga mijn best doen. Rina vertelt ons dat ze hier in Anderlecht woont en een paar jaar geleden zelf op onderzoek is gegaan toen ze de naam Skelettenpark hoorde vallen. Net zoals Dries dus. En zo ben ik dan gaan zoeken naar mensen die daar nog geweest zijn toen er een begraafplaats was, of die daar gewerkt hebben, of die daar familie hebben of hadden die daar begraven lag. Denkt u dat er echt skeletten in het park liggen, nu op dit moment? Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik heb het wel aan heel veel mensen gevraagd. En wat zij zeggen, dat is dat als je misschien zou gaan graven tegen de muren of rond de bomen, dat je dan misschien nog wel stukjes zou kunnen vinden van skeletten, van menselijke restanten. Maar de kans dat je zo'n heel skelet vindt dat in een kist heeft gelegen, is wel heel klein. Okay, dus dat er alleen nog maar bepaalde botten overblijven, maar geen volledige graven. Ja. Het zou dus wel echt kunnen dat er nog skeletten liggen hier in het park. We hebben zelf niks gevonden, maar het is dus niet onmogelijk dat je hier nog een echt mensenbot tegenkomt. Hoe komt het dat er verschillende skeletten zijn achtergebleven? Eigenlijk, de skeletten die verhuisd zijn, of de lichamen die verhuisd zijn naar de andere begraafplaats, die familie van die mensen moesten opnieuw daarvoor betalen. Dus ze moesten betalen voor de opgravingen, ze moesten betalen voor een nieuwe kist en voor vaak ook een nieuwe steen, tenzij de steen ook mee verhuisd was. Dus voor heel veel mensen was dat te duur. Alleen de mensen met echt veel geld, die zijn verhuisd, want die konden dat betalen. Of de soldaten, die zijn door de gemeente betaald. En ook de mandatarissen, de schepen, de burgemeesters. Dus alle rijke en belangrijke mensen zijn verhuisd? Eigenlijk kan je het zo wel zeggen, want ben je al eens gaan kijken op de nieuwe begraafplaats, ja. Dan zie je ook dat de meeste van die graven zijn de hele grote. En vroeger moet je denken, zoals dat mensen nu, als ze willen tonen dat ze veel geld hebben, kopen ze een grote auto. Vroeger kochten ze een grote grafsteen. Dus hoe rijker dat je was, hoe groter dat je graf was. Ze hebben ook een soort van kalk over heel het park gelegd. Een soort van kalkstof die dat maakt dat de skeletten die er nog lagen eigenlijk opgelost zijn. Maar dat kan natuurlijk wel dat er hier en daar nog stukjes zijn blijven liggen. En het is al gebeurd als er dan eens een boom weggedaan moest worden omdat die rot was of zo, dat er dan wel kleine stukken van menselijke restanten naar boven kwamen. Er zijn hier dus ooit al echte botten gevonden. Hier in het bospark. Nu weten Dries en ik 100% zeker waarom het dus de naam Skelettenpark heeft gekregen. Maar dat is niet het enige van de begraafplaats dat je hier nu nog kan terugvinden. Al die weggetjes hier waar we op wandelen, dat zijn eigenlijk de originele weggetjes van toen het nog de begraafplaats was. Maar dat waren toen zandweggetjes en nu zijn die verhard. En hoe hebben ze die verhard? Door al die stukken steen te verbrijzelen en onder die weggetjes te leggen. Dus de stukken steen van de grafzerken? Ja, de stukken steen van de grafzerken die zitten onder de weggetjes. Het bospark was ooit een begraafplaats. En is het nu nog altijd een beetje. Want alle mensen die de grote som geld niet konden betalen, werden ook niet mee verhuisd naar die nieuwe begraafplaats. We weten eigenlijk niet of dat er nog mensen liggen. En misschien liggen er nog stukjes van botten hier en daar. Maar soms is het idee dat er iemand gelegen heeft even belangrijk dan dat er echt iemand lag. Omdat je als persoon die herinnering kan houden aan een plek die voor jou belangrijk is. En zo heb ik bijvoorbeeld de Rosin leren kennen. Rina vertelt over Rosin, die ze leerde kennen tijdens haar onderzoek. En ik heb haar meegebracht, want zij is hier dus geweest toen ze een kindje was. Heel vaak zelfs. Samen met Rina wandelen we naar een bankje in het park. En daar zit Rosin. Rina stelt ons voor aan elkaar. Dag Dries, dag Inja. Inja is dat, het. Neemt jij dat al op? We bedanken Rina voor al haar hulp. Zonder haar speurneuswerk hadden we dit goed verborgen verhaal nooit kunnen uitspitten. Heel erg bedankt voor al je informatie.
Dat is heel erg graag gedaan. Samen met Rosin wandelen we door het park. Over de paadjes gemaakt van grafzerken die hier ooit stonden. Je kon dat meenemen, maar dat was nog eens een verhuis. Dus de meeste stenen zijn dan ook kapot gemaakt, hè? Ik vroeg me al een lange tijd af, omdat mensen zeggen dat dit het skelettenpark wordt genoemd. Ja? Dus ik wou heel graag weten of hier nog skeletten onder liggen. Ja, dat is dus zo. Hier liggen nog skeletten of geraamtes. De mensen die hier begraven zijn, velen zijn hier blijven liggen, omdat het veel geld kostte en vandaar dat die hier blijven liggen zijn. Onder andere mijn papa ligt hier ook nog. Papa is gestorven in 1951, dus van dan af ligt hij hier. En in, ik denk, 2 of 53 is het gesloten. Voilà, wie hun overledene wou laten herbegraven, die kon dat doen. En dan moest al die stappen zetten en zo. Maar dat is dus voor ons niet gebeurd en het is hier blijven liggen. Waar ligt uw papa eigenlijk? Ja, daar gaan we een keer naartoe. Misschien. Rosin neemt ons mee naar boven in het park, wat verder op de heuvel. Hier waren Dries en ik gisteren al, op zoek naar botten. Toen hadden we nog geen idee dat het over mensenbotten ging. En nu kunnen we ons inbeelden dat dit ooit een plek was vol zerken en graven. Een rustplek voor mensen die er niet meer zijn. Ik kan dat herkennen aan een 3 bomen, waar dat er alleen van weggewaaid is. De graven lagen zo, hè. Dus de wegen waren zo. En dan ging je zo en dan ging je overal. Dus een graf hier en een graf. Dat waren 2 graven naast één. Dus hier een graf en daar een graf. Hier een gangske, daar de gang. En zo was dat. Heel dicht bij elkaar. En heel dicht bij elkaar. En dat lag hier zo vol dat ze echt moesten verhuizen. Ah ja, natuurlijk, want er kon hier niemand meer bij. Hè. En nu? Voilà. Er waren 3 bomen en er is 1 omgewaaid. Een aantal jaren terug. Ons papa die ligt hier. Hier? Ja, hier echt, ongeveer. Echt waar. Op een grote grasvlakte in het park wiegen 2 mooie bomen heen en weer in de wind. Wij staan er net tussen. En onder onze voeten, onder het gras en de grond, ligt de papa van Rosin. Maar hoe voelt het eigenlijk voor jou als je terug bent? Ja, wel ja, dat ik naar hier kom, altijd zo'n beetje het gevoel van een papa. Je ziet er nog, die ligt hier. Hè? Allee, ja, het geraamte. Hè? En wat blijft er nog over van een geraamte? Voor mij leeft hij. Hij leeft niet in de grond, hè. Soms kan ik daar nog eens voor wenen. Je bent uw papa kwijt. Ik zou hem nu zeker ook kwijt geweest zijn. Mijn 81 jaar, hij zou nu zeker niet meer... Mijn mama is ondertussen ook overleden. Nu ga ik eerlijk zeggen, ik ben gelukkig dat ik naar hier nog kan komen, omdat hij hier ligt. En ons papa, hè, die was voor de natuur, hè. Die kon niet verdragen bijvoorbeeld dat je een takje van een boom aftrok. De natuur die moest je respecteren. Dus eigenlijk ligt hij hier wel heel mooi in het park. Hij ligt heel mooi, het kan niet beter zijn. Dus ik vind dat wel, ik zal maar een modern woord gebruiken, tof. Van naar hier te komen. Rosin wandelt het bospark uit en wij blijven hier nog even staan. Wat een bijzonder verhaal. Triest, maar ook mooi. Het moet zo speciaal zijn om te weten dat je papa daar ergens onder de grond ligt. Op een plaats waar nu iedereen komt wandelen en spelen, terwijl niemand weet dat hij hier ligt te rusten. Het is mooi om hier te begraven te worden. Mensen gaan dood, maar ze blijven altijd in je hart. Wat zou jij ervan vinden, Dries, als jouw graf later zou worden verhuisd? Niet zo leuk. Omdat een mens heeft altijd 1 rustplaats nodig als hij gestorven is. Niet altijd 2 of 3. Op een bankje in het park rusten Dries en ik even uit. Het is hier dan ook een rustplaats. Ik denk na over wat we hier allemaal hebben gehoord. Over alles wat we vandaag niet meer kunnen zien, maar er toch is. Ik had wel verwacht dat hier nog skeletten zouden liggen. Maar ik had niet verwacht dat we zoveel verhalen gingen horen. Dries, is dit verhaal dan een broodje aap? Eigenlijk niet. Nee, hè? Nee. Het is gewoon echt waar. Ja. De volgende keer als ik hier kom wandelen, dan ga ik het park wel een beetje anders bekijken. Omdat hier nog steeds mensen liggen. Ja. Onder de grond begraven zijn. Dat we hier eigenlijk omringd zijn met heel veel mensen op dit moment. Veel meer mensen dan we nu kunnen zien. Ja. Die zitten allemaal... Onder de grond. Ja.